Hi, ik ben Joan. Inderdaad, we zijn hier bij in Arnhem en Joan heeft een training bij Roy Martina. Mm-hmm. En een van de taken daarbij was zichtbaar worden. Ja. En waarom wil je zichtbaar worden? Wie is Joan? Ja, wie is Joan? Nou, Joan heeft natuurlijk al een heleboel dingetjes gedaan. Maar ja, de Quantum Mastery vult voor mij zo'n mooi, compleet geheel. En ik wil gewoon na dit jaar echt helemaal goed starten. En goed starten betekent natuurlijk ook dat je echt moet gaan, ja, zichtbaar moet gaan zijn. Nou ja, en die zichtbaarheid begint om gewoon even in het video naar buiten te treden van, nou, hier ben ik dan, hè. Maar ja, voordat die eerste keer gedaan wordt, tenminste voor mij, was het echt best wel heel moeilijk. Het lag zo'n grote drempel dat ik dacht van, wauw, ik moet dit eens doen, ik moet dat eens doen, ik moet dat kopen, enzovoort, enzovoort. En ik ga alle soorten filmpjes bekeken van, nou, hoe doet die het dan, hoe doet die het dan. Toen dacht ik, nou, en nou ga ik gewoon starten. En dan was het nog even bibberen. Nou ja, en dan begin je gewoon. En na de eerste keer doe je de tweede keer, nou, dat ging al een stukje gemakkelijker. En dan doe je de derde keer, dan gaat het nog gemakkelijker. Dus als ik het kan, kan jij het ook. Ik weet het ook. Ik heb Joan een beetje op weg geholpen met, nou, wat voor dingen zijn nou handig om in huis te hebben? Ja, absoluut. Een heel A4'tje vol, volgens mij één of twee, met een microfoontje en een statiefje, groot en klein. Nou, let hierop, let daarop. Dus super hulp. En daarna wil ze ook nog verder geholpen worden van, nou, geef mij ook maar die drie A4 tips met uitlegvideo's. Ja, absoluut. Krijg je elke keer, krijg je via de mail, krijg je wat tips en wat video's waar je naar kan kijken. En dat helpt allemaal om gewoon die basis goed te hebben van, en nou kan ik starten. Nou heb ik alles wat ik nodig heb. Dus wat kan ik dan nog meer? Dan alleen maar beginnen, toch? Go for it. Ja. Doe het gewoon.